Misschien vraag je je wel af hoe je met meer kracht kunt gaan zingen, zodat je die krachtige diva nummers kunt gaan zingen zonder enige spanning of heesheid in jouw stem. Wel, in deze aflevering gaan we kijken naar vijf technieken die jou kunnen helpen om met meer kracht te kunnen gaan zingen. Dus laten we erin vliegen. Hey, mijn naam is Maggie en ik ben gepassioneerd om gepassioneerde zangers, net zoals jou, te helpen om het beste uit zichzelf te halen dankzij het zingen. Uh, dus in deze afleveringen leer je allerlei tips, technieken, tools en inzichten om jou te helpen om jouw zangniveau naar het volgende niveau te gaan uplevelen. Dus laten we vandaag kijken. Wat er allemaal nodig is om met meer kracht te kunnen gaan zingen. Nu, voordat we daarin vliegen, in die vijf technieken, is het belangrijk om te snappen dat sommige beginnende zangers fouten maken. En eens dat je die fouten kunt zien, misschien bij jezelf herkennen, dan kan je daar iets aan doen. Um, en dat is, dat is de sleutel. Daarom start ik heel graag hier. Heel veel beginnende zangers die gaan kracht gaan associëren met luidheid. Terwijl krachtig zingen niet per se altijd met dynamiek te maken heeft. Het is ook heel krachtig wanneer dat jij in je kracht kunt gaan staan bij het zingen van een nummer, met andere woorden, wanneer dat je daarmee zelfvertrouwen kunt gaan doen. Dus krachtig zingen heeft niet altijd te maken met dynamiek. En dat is iets dat heel veel beginnende zangers nog niet doorhebben. En wat ze dan gaan doen, is luid zingen, maar... Luidzingen door hun stem te gaan, op hun stem te gaan duwen. Um, en dat is ook niet altijd de meest efficiënte weg om krachtig te gaan zingen. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Dus duwen op de stem is zeker iets dat heel veel beginnende zangers doen, maar niet altijd zo efficiënt is, want dat zorgt natuurlijk voor spanning en heesheid. En dat willen we niet. Ook gaan heel veel beginnende zangers, wanneer dat ze. Met luidheid en dynamiek beginnen te experimenteren, gaan ze een heel nummer door op 100% volume gaan zingen. En dat is ook niet altijd het meest efficiënte. Um, het is niet efficiënt voor uzelf, want dat zorgt ervoor dat je heel snel stemvermoeidheid kunt gaan voelen, maar ook voor uw luisteraar. Kunt u je inbeelden dat je vijf minuten lang naar iemand moet luisteren die heel de tijd zit te roepen doorheen een nummer? Dat is niet zo fijn. Het is net leuk om een soort van opbouw te hebben in jouw nummer. Dat we bijvoorbeeld starten met 20% en dan gaan we naar 60% en dan terug naar de 30% en dan hopen naar de 100%. Dat is wat iemand kippenvel geeft. En dat is wat de getrainde zangers doen. Dus eens dat je je bewust bent van die fouten dat veel beginnende zangers soms maken, dat is waar we dan... Er iets aan kunnen doen en onze habitudes, onze gewoontes kunnen gaan veranderen. En dat is waar we dan in de wereld van de getrainde zanger komen. En getrainde zangers die weten dat dynamische variatie heel belangrijk is. Dat we nog niet alles weg willen geven van het begin, maar dat we willen opbouwen. Zodat we onze energie kunnen sparen als zanger en zodat we ook onze luisteraar op die manier. Um, op een hoger niveau kunnen gaan beïnvloeden en kippenvel kunnen geven. Dus dat is één. Getrainde zangers die gaan ook spelen met het concept van wat is kracht eigenlijk? Wat is power? Ja, kracht in de stem, maar ook kracht in je podiumpresence bijvoorbeeld. Kracht in jouw intentie, kracht in jouw zelfvertrouwen, hoe dat jij daar staat als zanger. Dat is wat getrainde zangers heel vaak gaan onderzoeken. En getrainde zangers die gaan dan, als we het hebben over luid zingen, hè, op die manier krachtig zingen, dat gaan ze eerder bekomen door specifieke zangtechnieken te gaan toepassen, in plaats van te gaan duwen op de stem. Dus getrainde zangers die gaan heel gezond gaan zingen op dat moment. En dat is natuurlijk waar dat we naartoe willen gaan, in die wereld van die getrainde zanger. Dus laten we kijken wat die vijf technieken zijn om heel krachtig te kunnen gaan zingen. Nu om ze vandaag, hè, ik, ga ze, ik ga jou die vijf technieken met jou delen, en we gaan die dan ook direct toepassen in de praktijk om te kijken van, oké, okay, welke werkt voor jou het beste. En we gaan werken met twee zinnetjes vandaag. Het Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Het gaat als volgt. Save tonight, and fight the break the Dat zijn de twee zinnetjes waarmee we vandaag gaan werken. Nu, als je dat niet kent, spoel dan even terug. Luister er een paar keer naar, zodat je met mij kan meezingen. Maar ik ga ervan uit dat jij dit nu met mij kunt meezingen. Dus laten we dat gewoon eens zingen. Gewoon eens om te kijken van, wat is de situatie op dit moment, als we dat zingen samen. 1, 2, Dat is de twee zinnetjes waar dat we mee gaan werken. Laten we kijken naar die vijf technieken. Techniek nummer één om met meer kracht te kunnen gaan zingen is stembandsluiting. Nu over stembandsluiting kan ik nog uren praten. En in de Singing Insiders, een lidsmaatschap voor gepassioneerde zangers, gaan we daar een heel module over hebben. En allerlei technieken om jou te helpen om die stembanden samen te krijgen. Vandaag wil ik. Op één techniek inzoomen die jou daarmee kan helpen, zodat we efficiënt te werk gaan. En dat is de glottale aanzet. Trouwens, als je interesse hebt om meer te weten te komen over de Singing Insiders, check dan zeker de beschrijving hieronder, uh, waar je alle informatie en inschrijvingen kunt terugvinden. Maar dus, onze eerste techniek is het sluiten van de stembanden. Waarom is dat belangrijk? Omdat het daar dan voor zorgt dat we onze lucht efficiënt kunnen gaan gebruiken. Heel veel beginnende zangers die duwen op hun stem, wat ervoor zorgt dat ze met meer lucht gaan zingen. Save tonight, fight the break of dawn. Ik ben aan het overdrijven natuurlijk. <laughs> um, maar dat is niet de meest efficiënte manier, zoals je je wel kunt inbeelden. Dus we willen dat die stembanden heel mooi gaan afsluiten. En een manier om dat te gaan bekomen, die stembandsluiting, is glottale aanzet. Wat is dat, de glottale aanzet? Dat is hoe dat je een nummer of een zin of een noot aanzet, begint. Ik kan een noot glotaal beginnen. Ah, of ik kan een noot luchtig beginnen. Ha. Hoor je het verschil? Wij willen vandaag eerder richting de glottale kant. En nu. Ook weer over de glottale aanzet kunnen we een hele aflevering op zich doen. Dat is nu niet de bedoeling. Ik wil het gewoon direct gaan uittesten. Dus we gaan dat op de end gaan zetten. Save tonight and fight and fight. Hoor je mijn glottale aanzet? In plaats van hen fight, hen, en. Hoor je het verschil? And come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Op de I gaan we ook een glottale aanzet zetten. Dus we gaan het proberen op de end en op de I, glottale aanzet, en we gaan gewoon eens luisteren. Verschilt dat dan in hoe krachtig jij gaat zingen? Laten we dat eens proberen. And save tonight, glottale aanzet. And fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Ja, mooi, mooi, mooi. Oké, okay, dus op een schaal van 0 tot 10. Hoe krachtig was jouw zang? wanneer we de glottale aanzet toepassen. Schrijf het op. Op een schaal van 0 tot 10. 0 is totaal niet krachtig, 10 is superkrachtig. En we gaan niet oordelen over dat nummer. We zijn gewoon aan het kijken wat is er op dit moment de situatie. Want straks is het de bedoeling dat je vanuit die vijf technieken de meest efficiënte voor jezelf gaat kiezen. Ik ga er jou verschillende meegeven, maar die gaan niet voor iedereen altijd van toepassing kunnen zijn. Niet elke techniek is voor iedereen even Even efficiënt. Dus ze zijn gewoon aan het zoeken welke is voor jou de meest efficiënte. Oké. Okay. Tweede techniek. Twang. Nu over twang. Weer al kunnen we een heel uur vol babbelen. Dat is niet de bedoeling. Voor nu ga ik jou gewoon meegeven. Twang ook zorgt voor stembandsluiting, maar kan er ook voor zorgen dat je met meer kracht en luidheid gaat zingen zonder dat je moet duwen op de stem. Dus wat is twang? Basically het nadoen van een heks. Of een eend. Dus probeer eens om die twang te activeren. Zalig. Laten we het dan nu in ons nummer gaan zetten. En ik nodig jou uit om het niet te mooi te maken. Twang is een lelijke klankkleur. En dat is oké. Okay. Maak het maar lelijk. Hier gaan we. Niet mooi, maar lelijk. Zalig. Mooi. Um, zeg mij op een schaal van 0 tot 10. Hoe krachtig klonk jouw stem nu? En ik zeg niet hoe mooi klonk jouw stem. Ik vraag hoe krachtig klonk jouw stem. Want het gaat nog niet om mooiheid. De volgende stap is... Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die twang gebruiken... maar dat het mooi wordt? Eh, bijvoorbeeld... Save tonight... and fight to break it down. Dat is al wat mooier. Eh, er zit nog altijd twang in... maar het is niet zo overdreven. Dat is de volgende stap. Nu zijn we gewoon aan het kijken... Helpt twang mij überhaupt... om die krachtige noten te gaan zingen? Dus op een schaal van 0 tot 10... Hoe was dat om die twang toe te voegen? Oké, okay. één was glottale aanzet, twee was twang. Derde techniek die kan helpen om met meer kracht te gaan zingen, is het activeren van jouw, van, van, van jouw ademsteun: ademsteun en je um, middenrifademhaling. Wat ik ook noem het kuchspiertje activeren. Um, nu, als je lid bent van de Zinging Insiders, dan weet je waarover ik het heb. Als ik praat over dat kuchspiertje. Um, ik ga daar nu niet in detail over um, spreken, want dit is een techniek die ik zie als de basis. Je midrifademhaling kunnen activeren tijdens het zingen, is, is de basis dat je nodig hebt om goed en gezond te kunnen gaan zingen. Dus als dat niet juist zit, ja, heeft het eigenlijk geen zin om. Om alle andere technieken te bekijken. Dus voor nu ga ik ervan uit dat jij weet hoe je je middenrifademhaling kunt activeren tijdens het zingen. Als je dat niet weet, heb ik daar in het verleden ook al afleveringen over gemaakt en ik zal er linken in de beschrijving hieronder. Dus dan kan je gaan leren hoe die midrifademhaling te activeren valt. Voor nu wil ik onze twee zinnetjes zingen met die intentie: ik activeer mijn middenrif. Ademhaling, en kijk eens wat voor verschil dat dat eventueel op jouw stem kan hebben, laten we dat proberen. Hier gaan we, een eh. on come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. nice. Mooi. Vertel mij. Op een schaal van 0 tot 10, hoe zit het daar voor jou? Die middenriefademhaling, had dat heel veel invloed? Heb je meer kracht, heb je minder kracht? Waar zit het voor jou? Dus normaal gezien heb je nu drie cijfers. Eén cijfer voor de glottale aanzet, één cijfer voor de twang en één cijfer voor je midrief ademhaling. En als dit voor jou al super waardevol was, vergeet dan zeker niet deze video te gaan liken en je te abonneren op dit kanaal om zo meer technieken te gaan leren. Um, maar eigenlijk komt de beste techniek nog als volgt. Dus laten we even doorgaan en dit um, naar de finish brengen. Want nummer vier van onze technieken. Om met meer kracht te kunnen gaan zingen, is Mix Voice. Nu, Mix Voice, dat is een hele wereld op zich. En ik ga er straks op terugkomen, want ook hier kunnen we nog uren over blijven babbelen. Het idee van Mix Voice is dat je twee werelden gaat samenbrengen: de wereld van borstem en de wereld van kopstem. Nu, de wereld van borstem is verantwoordelijk voor kracht, voor power. Zalig. de wereld van kopstem, die is verantwoordelijk voor hoogte, zingen van hoge noten, het stretchen van de stembanden. Kan je zien dat de enige manier om hoge noten te gaan zingen met heel veel kracht die combinatie is van de twee? Dat is mix voice. Straks kom ik daarop terug, want dat brengt mij dan bij de laatste techniek. Techniek nummer vijf om met meer kracht te gaan zingen is om kracht niet per se te linken aan luidheid, maar wel aan zelfvertrouwen. Jouw intentie tijdens het zingen gaat beslissen hoe uw klank klinkt. Als jij twijfelt. Over wat er gezongen moet worden of over hoe het gezongen moet worden, gaat jouw stem heel anders klinken dan wanneer dat je heel goed weet hoe en wat er gezongen moet worden. Dus als koorleidster zeg ik dat wel vaker tijd, tijdens de koorrepetities, als we een nieuw nummer aan het leren zijn, heel vaak klinkt het dan zo'n beetje. Ik noem dat wat puddingachtig, zo wat washy um, Het klinkt nog niet zo sterk. En dan zeg ik tegen de zangers van... Oké, okay, kan je dat nu een keer zingen... alsof je daar al heel je leven aan het zingen bent? En dat je exact weet wat er gezongen moet worden. En als ze dan zingen... Dat is een wereld van verschil in klank. Dus laten we dat hier ook eens proberen. Kan je dit zingen, deze twee zinnen... alsof je dat al heel je leven zingt? En alsof je heel goed weet... Hoe dat je het moet zingen. Met andere woorden, zing dit met 100% zelfvertrouwen. Hoe zou dat klinken? Hoe zou dat eruit zien? Laten we dat eens proberen. Zalig! Mooi! Virtuele high five! Goed, vertel mij, hoe was dat voor jou op een schaal van 0 tot 10? Hoe krachtig klonk jouw stem wanneer je het zingt met zelfvertrouwen? Dus nu heb je een paar cijfers. Hè? Een cijfer voor de glottale aanzet, een cijfer voor de twang, een cijfer voor je ademsteun en je middenriefademhaling, een cijfer voor jouw zelfvertrouwen. Als je het zingt met zelfvertrouwen, hoe krachtig klinkt het dan? Nu zou je kunnen zien welke van deze technieken voor jou het meest efficiënt zijn. Dat gezegd zijnde, daarnet heb ik het gehad over Mix Voice, en daar wil ik nu even op inpikken. Want Mix Voice, zoals ik daarnet al zei, is de enige manier om die twee werelden samen te blenden: de wereld van kracht met de wereld van hoogte. En flexibiliteit. Dus mixed voice is de enige manier om hoge noten krachtig te gaan zingen. Maar ook om lage noten en alle noten daartussen heel mooi te gaan zingen. Dus we kunnen wel naar al die andere zangtechnieken kijken, maar als die mixed voice niet ontwikkeld is, heeft het eigenlijk geen zin. Mixed voice, dat is stap één. Nu, hoe je die mix voice activeert en traint, daar heb ik een hele aflevering over gemaakt. En ik zal er naar linken in de beschrijving hieronder. Um, want dat is eigenlijk de logische volgende stap: om deze conversatie verder te brengen naar een hoger niveau. Dus ik nodig jou uit om op die link te gaan klikken, om als volgend die aflevering te gaan beluisteren. Of bekijken als je op YouTube aan het kijken bent. Um, ik zie je heel graag daar, zodat we de conversatie kunnen verder zetten. En voor de rest wil ik je enorm bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn geweest. En um, ja, hopelijk tot volgende week. Tot vandaag.